Het Surinaamse juristenblad SJB heeft een significante rol gespeeld in de ontwikkeling van het rechtssysteem in Suriname. Hiermee benadrukte jurist Carlo Jadnanan Singh het belang van de SJB tijdens het 60-jarig jubileum. Het blad, dat voor het eerst verscheen in 1963, heeft in de loop der jaren, naar zeggen van de jurist, aanzien verworven als een gerespecteerd tijdschrift. Gisteren, tijdens de tweede lezing in verband met het jubileum, ging Jadnanan Singh dieper in op de 60-jarige geschiedenis van het blad. De lezing had als thema SJB Avonturen aan de Wilde Kust. Jadnanan Singh behandelde uitvoerig de diverse facetten van het rechtssysteem en belichtte daarbij de discrepanties die zich voordoen in onze grondwet. Ik deel de mening van Karan dat wij te maken hebben met een volledig eigendomsrecht. Het enige verschil tussen Karan en ik is dat ik door onderzoek heb aangetoond dat eigenlijk de basis voor alle ideale eigendom en bezit in het Engelse recht ligt. Namelijk estate en fee simple. Ik ga dat niet nader bespreken. Het Engelse recht is totaal bijna principieel verschillend van het Nederlandse recht. Men kent namelijk geen eigendom zoals wij die hier hebben. Men kent alleen een vorm van bezit. De staat is namelijk, de kroon is eigenaar van alles. Maar dat is ook in naam hoor, want de kroon bemoeit zich helemaal niet met jouw terrein. Het SJB heeft bewezen een waardevolle informatiebron te zijn binnen de rechterlijke macht en voor advocaten, juristen en anderen, zei Jadnanan Singh. Het constitutioneel hof heeft bijgedragen aan het helpen garanderen van rechtszekerheid, meende jurist. Zo werden de verschillende effecten van rechtsprocessen aan de orde gesteld. Commentaren op de vonnissen hebben zeker ook een effect gehad op onze rechtspraak. En met name meester Fred Kruisman heeft hier een belangrijke rol gespeeld in tenminste twee zaken waar wij de rechterlijke macht zijn opvatting niet gevolgd. De avond eindigde in de presentatie van de nieuwe bundel genaamd Rechtvaardig. Die moet bijdragen aan voortdurende juridische discours in Suriname.